En het is hier echt heel vies. Het stinkt overal. Het is echt een van de achterbuurt. Oh, ik zit bijna op een dode rat. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ook. Yeah. Naar huis. Paulus is de ultieme Bijbelse avonturier. Daarom treedt Beam in zijn voetspoor. Twee teams zijn afhankelijk van anderen en liften via Rome zo snel mogelijk naar Korinthe. Het team dat hier als eerste de brief aan de Korintiërs voorleest, is de winnaar. Beide teams krijgen elke dag een opdracht en hebben 100 euro noodbudget. Voor de rest moeten ze zien te overleven zonder eten, slaapplek en vervoer. En oh ja, als een opdracht niet wordt uitgevoerd, krijgen ze in Korinthe straftijd. Dit is Van Gooi naar Gyros. Het is 6 uur. 6 uur 's ochtends en we zijn in Italië. Ja. Dus nog een paar uren dan zijn we bij de ferry. Goedemorgen, Char. Lekker geslapen. Ja, best wel eigenlijk. Oh, ik niet, man. We hebben een nieuwe opdracht binnen, toch? We hebben een nieuwe opdracht binnen. Volgens Paulus maakt iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert zijn hoofd te schande. Daarom is de opdracht voor de mannen vandaag simpel. Scheer je hoofd. Is het echt de opdracht? Nou, ja, ik verzin het niet. Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Hou 3 uur achter elkaar je mond terwijl je wakker bent. Geen woorden, nada, niks. Wauw, oké. Okay. Dat is best wel opdrachtje. Echt, dat vind ik gewoon asociaal. Maar wil je nu beginnen met stilzijn? Nou, ik vind het best wel moeilijk. Dus misschien kan ik beter nu beginnen. Dan heb je het maar gehad. Dan heb ik het maar gehad. Oké, okay, tijd gaat nu in. Het is mijn lucky day. Het tijd gaat nu. Nee. Oh. Terwijl Arachne de mondje houdt, begint ook Sander aan de opdracht. Ja, ik ben mijn hoofd aan het scheren. Oh, goed zo. En wie zie je? Je hoofd aan het scheren. Als er nergens een opdracht, dat dit niet mag. Is het ook je hoofd dan? Ja. Nou. Opdracht 1 is bijna klaar. En ja, nu jij nog. Nu ik nog. Nou Sander, sinds wanneer heb jij baardgroei dan? Proost. Thank you so much. Thank you. Ondanks tegenvallend weer gaan ze weer vol goede moed langs de weg staan. Hopend op een auto die stopt. Verona. We hebben een lift. Thank you so much. Hoppa, op naar Verona. Joram en Arachne zijn al een stuk zuidelijker waar de zon wel lekker schijnt. Arachne mag nog steeds niks zeggen. Het is nu al bijna 3 uur stil. Wat een oase van rust. Het voordeel aan Italië is dat espresso's maar 90 cent kosten in het tankstation. En dan zijn ze nog heel lekker ook. Een klein beetje toch weer van ons noodbudget snoepen. Nou, stel je voor dat je geen koffie kan drinken, vriend. In Verona staan Charlotte en Sander al een tijdje vast. Want blijf wachten. Wat voor bordje hou je vast dan? Rome en Verona. Nee, we zijn al in Verona, sukkel. Ja, dat is niet zo'n snugge grap. Maar ja, als je dan toch langs de weg staat. Char mag dus de komende 2 uur en 59 minuten niet praten. En dat vind ik ideaal, want het gaat nu niet zo goed. En dan gaat ze allemaal steeds een beetje zeuren. En dat kan ze nu niet doen. Beste opdracht ooit. Heel veel auto's later is het toch een Italiaan die weet hoe je moet stoppen. BMW to go. We hebben dus een lift gevonden bij Marco. Right? Marco. En hij gaat naar Rome. En hij heeft een snelle auto. En hij is hangover. Marco heeft een afspraak in Rome, maar heeft door een kater zijn trein gemist. Daarom heeft hij een heel snelle auto van de zak gepakt en gaat hij als een malle die kant op. Maar als hij hoort dat Charlotte en Sander al 24 uur amper hebben gegeten, staat hij erop om een lunch te betalen. Lekker hoor. We worden net gebeld door Lisbeth, die zit in Hilversum. Paulus is overleden in Rome en in Rome is dus ook zijn graf.
En nu hebben we de opdracht gekregen om zijn graf te vinden. Dus ik heb even Marco zijn telefoon geleend. Charles kan niet mee zoeken, want die mag nog steeds niet praten. Oké, er bestaat een basiliek Sint Paulus buiten de muren. Aangezien Marco toch al te laat is voor zijn afspraak, wil hij ze daar ook nog eens afzetten. What a guy! Intussen mag Arachne weer praten en arriveert ze met Joran bij de ferry. Ongelooflijk. Gisteren stonden we langs het tankstation in België. Te bij de huidige. Nou. Gaat niemand opkomen? En nu staan we hier in een bloedhitte van 37 graden in Italië. En nemen we straks de boot richting Griekenland. Het is gelukt. Morgen om 1:30. Dan hebben we... Morgen? Ja, vandaag was helemaal vol. Nee, ja. Nee, over een uurtje, 1:30 hebben we hem. En dan gaan we naar Partas. Nee, Joram, Patras. En ik heb even gekeken, dat ligt zeg maar, je hebt vanaf Partas naar Corinthe, heb je Patras. Gewoon een snelweg. We trakteren onszelf even op een flesje wijn. Dat hebben we verdiend. Lekker wijn drinken op de boot. 15 euro. Beide teams hebben 100 euro meegekregen voor de boot. Maar omdat deze ferry ze helemaal naar Patras brengt, moeten Joram en Arachne 50 euro bijleggen. Nou, tel daar de wijn bij op en er is zojuist weer 65 euro weggesmeed. En in de drukte vergeten ze helemaal op hun telefoon te kijken en missen ze de Rome-opdracht. Jongens! Sure. Ja, precies. Je mag weer praten, ja. Ja, eigenlijk al een half uur. Ja, ik was kwart voor al. Maar ik vond het wel lekker rustig zo. Ik heb langer dan 3 uur mijn mond gehouden. Thank you so much for everything. Great pleasure, so much. Kijk eens. Als ik mijn research goed heb gedaan. Is dit waar dan? Trouwens. Via Rome gegaan, omdat Paulus ook in Rome is geweest. En dat is ook de plek geweest waar hij vermoord is. En vervolgens heeft hij heel deze kerk gekregen. Dat is helemaal nergens. Als eerbetoon, ja. En daar ligt hij. Best wel bizar dat hij hier dan echt is geweest. Ja. Maar hij heeft wel een mooie kerk gekregen, moet ik zeggen. Wederom een opdracht in de pocket. Terug naar J&A. We zijn op de boot onderweg naar Griekenland. Toch? We hebben een plaats op het dek, dus we kunnen hier gewoon onze matjes neerleggen en dan lekker slapen. Maar, gaan we maar, absoluut niet. Wij steken hoog in. Dus wij gaan naar de receptie toe en we gaan zeggen van ja, een Nederlands tv-programma liften. We hebben op nachten niet geslapen, niet gedoucht, geen geld. Niet vergeten. Mogen we alsjeblieft een kamer? Ik vind het spannend. Ik vind het ook spannend, want maar... hier had een goede nacht geslapen. Hij zegt dat alles vol zit. Alle kamers. Oké, geen gratis kamer. Maar misschien kan er een gratis maaltijd af. I can give you like, I'm authorized to just to give you a plate of pasta and a salad. Yes. Okay, just for free. And you don't need to do anything else. Really? Yeah. Oké, deze man gaat eten voor ons halen. Pasta en een salade en we hoeven er niks voor te doen. Dus we krijgen gewoon eten. Terwijl Joram en Arachne hun spaghetti verorberen, komen Charlotte en Sander erachter dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden, maar weinig die je er weer weghalen. Autosnelweg, E45, Zuid. Nee. Zit je lopen nee, maar, hè? Nee. Are you going to the autostrada? Ah. Ik ben moe, ja. Ik heb pijn in mijn schouders, ja. Hoofdpijn. En het is hier echt heel vies, het stinkt overal. Het is echt een van de achterbuurt. Kijk hier op de grond, het is echt vreselijk. Oh, ik stond bijna op een dode rat. We komen dus niet meer de stad uit. De zon gaat onder, dus het wordt zo meteen donker. En je wil hier niet zijn in het donker? Nee, dus we moeten ergens een slaapplek gaan vinden. En dat wordt dus betalen van ons noodbudget. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ook. Van naar huis. Anders ik wel. Centrum? Ja, misschien is dat het best. Tijd voor een investering. Nou, wel een kleine investering. Het is €1,50 per ticket. Ik pak mijn geld niet. Ook dat nog.
Oké, de machine uit 6 euro wist dat maximaal. Dus we hebben voor 14 euro kaartjes moeten kopen in plaats van 3 euro. Het gaat helemaal niet goed. Charlotte en Sander zijn de wanhoop nabij. Joram gaat intussen onder het mes voor de dagopdracht. Nummer... deze. Deze? Ja. Dat zit in de kruin, hè? Oké, niet doen. Hier, deze pluk. Ja, die zei ik net, maar dat zie je wel, hè? Zeker weten? Ja. Hoe lang mag je hem afscheren? Helemaal. Oké, geen machine. Hij is er al af. Oh, shit. Kijk hem hier, hoe lelijk die is. Oh nee, nu heb ik zo'n heel lelijk plukje. Terwijl Joram ligt te dromen van zijn denkbeeldige vriendin, zijn San en Char nog wakker. We hebben hier een hotel. We gaan gewoon naar binnen om te vragen wat het hier is. Doe even rooms aan de oké, how much is it? 50 euro. 50 euro. We get it for 45. Yeah. Oh, you're the best. Here I go. Oké, we zijn dus op onze kamer. Het is 10 uur ondertussen. We hebben nog niet gegeten. Nee. We hebben nog twee hele oude krentenbollen. Yay! Love it! Doe je het licht uit? Ja, ik doe het licht uit. De volgende keer in Van Gooi naar Chios. Oh, wij dachten gewoon, we zijn in Korinthe. Ik bouw hier zo van, hè. Nou, die wil ze niet hebben blijkbaar. Die doet het volgende, maar ik ben zat. We zijn echt in een soort commerciële, vieze toeristenwereld beland. Ja, iedereen wil wel gratis reizen natuurlijk. Ik doe je